Dames en heren, wat een feest. Een feestje van ondernemend Hoekse Waard. Van harte welkom bij de uitreiking van de startersprijs. Maar je moet je verbeelding gebruiken. Dus als dit Justin Bieber is en al deze meisjes bij het concert, die doen even zo bij zijn onderarmen, die komen 's avonds thuis, halen de huidcellen van Justin Bieber onder hun nagels vandaan en maken daar stamcellen van en vervolgens spermacellen. En 9 maanden later hebben we een wereld vol met biebertjes. Wauw, hoe mooi is dat? De strekking is natuurlijk, als in 13 jaar tijd, meer dan 100 jaar geleden, totale mobiliteitsmarkt kan veranderen van paard en wagen naar fossiele brandstofauto, waarom zou dat dan met al die technologie die we op dit moment ter beschikking hebben niet in pak en beet 13, 10, 7 of 5 jaar kunnen gebeuren? IBM Watson is al oncoloog. Dus ga jij straks nog naar een dokter die niet werkt met Watson? En IBM Watson kan 800 miljoen pagina's per seconde lezen, analyseren en je ook daar een diagnose op teruggeven. Dat kan geen dokter. Dus het samenspel wordt met technologie en de mens. Dat noemen we dan internationale Tesla-momenten. Dan heb je eigenlijk 2 keuzes op zo'n moment. Je gaat of om het hardst bevechten wat je hebt, dus de bestaande markt, de bestaande systemen, de bestaande energievoorziening. Of je denkt, nou, ik heb misschien jezelf bedacht, maar dat is nog niet zo'n stom idee, laat ik maar eens gaan volgen. De partijen waarvan je eigenlijk zou verwachten dat die hun eigen markt zouden hebben veranderd, die lopen nu met z'n allen achter Tesla aan. Ja, de opdracht was, schud de boel maar een beetje wakker hier in de Hoekse Waard. Is dat gelukt, denk je? Ja, dat weten we natuurlijk morgen pas. Of ze dommelen allemaal weer in en ze dukken de snoesknop in, of ze gaan morgen op een andere manier naar hun eigen toekomst kijken. Ja, maar en dat is dat Tesla-moment. Hè? Dus het is soms niet heel eens erg als je blijft liggen en al is het 9 minuten of 18 minuten. Maar dat je wel op een gegeven moment wakker wordt van, oh, die wereld verandert en ik moet nu echt aan de gang. En dat aan de gang gaan, dat kan je niet binnen je huidige werkzaamheden, niet binnen je huidige takenpakket. Je moet dan echt functieloze tijd creëren om van die snoesknop af te komen. 1 ding is zeker, spelen met speeltjes uit het verleden, dat moet je niet meer doen. En wat is een speeltje uit het verleden? Dat is bijvoorbeeld forecasten. Dit spelletje heb je gewonnen, we spelen het vanaf vandaag nooit meer anders en we gaan morgen met z'n 2 nieuwe spelregels bedenken voor hetzelfde spel. Heb ik wel met exponentiële ogen gekeken? Heb ik kunstmatige intelligentie goed doorgedacht? En voornamelijk, wat gaat die quantum computer voor mij betekenen? Want je hebt maar 1 keuze en dat is adapt or die.